frequency. The boys of the NYPD chorus go singing, go away, play. And the bells are ringing out for Christmas Day. Namens de videocrew van Fortuna SCTV wens ik fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. En als dank voor het gestelde vertrouwen hebben we een kerstverhaal voor u in elkaar gesteveld met een geel-groen randje, vierkantje. Kijk maar wat het geworden is. Kerstuitzending van Fortuna SCTV. Ons verhaal begint hier in Kerkraa, waar hier achter mij op Abdij Rolduc, Nol en Marie de laatste jaren heel vredig gewoond hebben. Maar het begon al een beetje te boteren wie her Oda en de Fari Jezeers in de gaten kregen dat de platenverkopen op de Schallplattenabteilung in Herzogenrad toch wel aangehoven dat Nulke in populariteit waren stegen. Wie er zich vervolgens liet zien bij de 11e van de 11e op L1 televisie, toen zag men dat zijn tatoeages toch wel heel erg Fortuna Sittard gericht waren. En ze hebben hem daarna lombeweg hier de roet gestaan. Nol en Marie gaan onderweg naar het beloofde land en weer gaan ook kijken en luisteren naar het quarantaineleed. Voor de flauwekul. Gij ze nog een land met de verkeerde kleur. Als
kerstbank zijn. Voor de zoveelste keer vallen ze even dicht de papieren in. Testen, controle, dat is de naam. Ze doen je dicht dan een stiftje door de naast. Maar doe moest één quarantaine. Eén quarantaine. En Charlie Wixer, blijf maar lekker binnen. Blijf maar lekker binnen. Blijf maar lekker binnen. Blijf maar lekker binnen. Blijf maar lekker binnen, dan is het fijn. Zet zich af en toe met twee weken toes. Blijf maar lekker binnen. Zitten de poorten om de geer. Blijf maar lekker binnen. Doe vergoten om goed te commanderen. Blijf maar lekker binnen. Niet meer naar het stadion. Blijf maar lekker binnen. Londertje wat in de zeik. Blijf maar lekker binnen. Krijg er in de steven van. Blijf maar lekker binnen. Ben toch klaar met. Verdig. Vandaag Oetkerkra, op weg naar Nugeluk. Het is een vermoeiende en barre tocht. En zo langzaam zijn ze wel aan een beetje rust toe. Dus ze gaan eens kijken of ze ergens een plaatje vinden om het nu je energie op te doen. Rustplaatjes gelukkig gevonden. We gaan ze even met rust laten, zodat ze het nu energie op kunnen doen. Maar ondertussen gaan we weer kijken naar Fortuna supporters die gaan proberen om een uil van hun fiets af te scheten. Vraag me niet waarom, maar dat schijnt entertainment anno 2020 te zijn. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. Ja, dan zijn we aangekomen bij de voetbalchallenge. We zijn in de kogelvanger in Zittert. De laatste voorbereidingen werden getroffen. Niks werd aan het toeval overgelaten. Het idee is heel simpel. Ene bal, ene mystery uur op de fiets. Ik ben Jasper Wiermans en ik ben 8 jaar en ik doe midden in de voetbalchallenge. En Jasper gaat proberen de uur van de fiets af te trappen. Daar is er. Het eerste proefrondje wordt gemaakt. Het is een beetje pratserig, maar hij komt er zo doorheen. Jasper legt de bal neer. Tactische bal op het voorraad. De mystery uur is goed balans, maar wil zich nog zus op de been te houden. Ja, dan komt de tweede actie. Yo, op het krenkstel van de fiets. De fiets kraakt een beetje, maar de uur blijft toch zitten. En dan komt er voor de derde keer. Boom, ja, dat is goed. Heb de pratje met een uil. Hoppa, precies goed. De uilbalans en dan geeft er de likker heerlijk. Dat wordt de bedoeling van deze challenge. Het masker rolt nog een keer over de grond. Nu nog een keer van boven omdat er zo schoon wordt. Dan geeft er, hoppa. Ik ben Mark Hoeberigs, 16 jaar en ik doe met in de voetbalchallenge. Ja, de tweede deelnemer, Mark, gaat aanleggen. 16 jaar, ik weet niet wat ze dem in de pap hebben gedaan, maar hij gaat in elk geval aanleggen. En oeh, ook zo'n tactische bal. Ja, hij weet nog net op de been te blijven, al gaat de fiets onderhoed. De keeper nog een keer. Hop! Op de voet en let ook op voorzien. Hij geeft helemaal uit zijn dak. Boom! Dit is echt raak. Goed zo, Mark, jong. Heb ze daar 16 jaar voor geoefend. Hoppa! Daar geeft er. Dat was precies de bedoeling van deze challenge. En kijk die hengelog in van voorzien. Hij geeft echt helemaal uit de plaat. Zo, Mark. Kijk eens. Dapper en permanent.
Ik ben Sander Engels, 24 jaar en ik doe mee aan de voetbalchallenge. En ook Sander gaat het proberen. Alle obstakels werden aan de kant gelacht, want het geeft toch niet aan het bereiken. Oei, de eerste shot, just veel langs. De nul, de maakt nog het bewegingen van Sander, doe kent mij wel, maar wit mij toch niet te raken. Het wordt net veel langs. Het is dat als ik nog net even de kop druk trek. Maar dan is Warren er vanaf gegangen. Oei, Sander. Jammer, jammer, jammer. Maar dan hebben ze nog een poging te gaan. Nu begint ook langzaam het meug te werken. Kijk ook de reactie van Forzi. Wie jammer dat er het ventje er niet vol op de bulles ging. Nog één keer een rondje. De Kumper, de Kumper. Oei, Sander. Nou, dat komt de uur, hij hield het voor gezien en vindt het goed geweest. Zelf deze onze bedacht, maar nu is het niet. Kijk eens wie rakelings de bal langs geeft. Ja, de jury heeft beslist de winnaar van deze challenge. Jasper, de uurzitter gaat voor Popzak bij. En Jasper neemt het applaus in ontvangst. Forzi is nog een enthousiast in springen. Proficiat, Jasper. Ze zijn zichtbaar goed gedaan en vol goeie moed zijn Noel en Marie begroos aan de laatste beklimming op weg naar het beloofde lijn. De berg aangekomen, zien ze de honger, het schijnen van het leeg van de eindbestemming. Maar hierboven kregen ze nieuwe kracht van onze stadspatrones Sint Rosa en uit de hemel sprak in een stem hun toe. Hello friends. It's been an awfully difficult year. 2020 is coming to an end. We all had difficult days in this year, but life goes on. And I would like to take this opportunity to say Merry Christmas, Happy Holidays, and a very happy and healthy, most importantly, year in 2021. Beste supporters, ik wil jullie hele fijne feestdagen wensen en dat jullie maar binnen beperkingen toch hopelijk zoveel mogelijk familie en vrienden nog een beetje bij kunnen hebben en er een mooie tijd van te maken. En op naar volgend jaar waar alles weer een stukje beter gaat. Dear supporters, I wish you a Merry Christmas, Happy Holidays and a Good New Year. Beste supporters, bij deze wil ik jullie graag mooie feestdagen wensen, genieten van met familie, ondanks deze moeilijke tijd toch samen het beste ervan maken. Nogmaals de beste wensen. Alvast een gelukkig nieuwjaar en hopelijk zien we jullie volgend jaar weer in het stadion. Groetjes. Hallo supporters, ik wens jullie allemaal een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En pas op elkaar, blijf gezond. Hallo lieve fans, ik wens jullie frohe Weihnachten en een guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum neuen Jahr en blijft alle gezond. Bis bald, ciao ciao. Happy Christmas en Happy New Year. Beste fans, ik wens jullie een hele fijne kerst, een gelukkig en sportief nieuwjaar. En hopelijk mogen jullie snel weer naar het stadion komen. Merry Christmas en Happy New Year to all Fortuna fans. Beste supporters, hele fijne feestdagen, een mooi nieuwjaar met hopelijk veel support van jullie. Het liefst op de tribune en anders vanuit huis. Fijne dagen en tot snel.
bomen halen CO2 uit onze atmosfeer en zetten deze om tot zuurstof. Daarnaast kunnen we hout gebruiken als een bouwmateriaal. De uitdaging van de klimaatverandering vraagt om oplossingen. En dan is hout toch een hele goede optie. Kom maar even mee. En daarvan maken wij mooie kozijnen die u pas over 10 tot 12 jaar hoeft te schilderen. En dat doen wij heel erg innovatief. Het begin van een nieuwe dag en wat heuvel daar in de verte, dat zijn toch ons bekende Fortuna-klanken. Fortuna, doe best mijn club, ook als ze ons niet lekker lukt. Mijn hart dat schreeuwt, alleen voor dich, doe best en blijf de club. In 1954 was toen al door, het ganse land dat kende die naam. Het ging het goede gelijk en bis het tarde jaar, toen wordt het tijd om hen ineen te slaan. Het ging op en af, daar weet voor alles vanaf. We hebben de welk gezin door de oog van de nood. Mijn verstand dat verlust het dekst van mijn gevoel. Tof en vriendschap heeft er de me gehoord. Fortuna, doe best mijn club. Ook als het ons niet lekker lukt. Mijn hart dat schreeuwt alleen voor dich. Doe best en blijf de club voor mij. Fortuna de naam, dat betekent geluk. Waardoor ontbroken ons geregeld aan. We hoopten zo drop en verdruimden zo dek. De tite kumpeer dan stond weer bovenaan. De drang en de wil en de motte is door. Toch is het gras hier de meer even groen. Maar een tijd van waleer, de streven weer nog. Straks werden veel weer bij de toppers geneemd. Fortuna, doe best mijn club. Oh, als het ons niet lekker lukt. Mijn hart dat schreeuwt alleen voor dich. Doe best en blitz de club voor mij. Fortuna, doe best mijn club. Ook als het ons niet lekker loopt. Mijn hart dat schreeuwt alleen voor dich. Doe best en blitz de club voor mij. Hier tref ik mijn vriend. Want hier is het te doen. Twaalfde man zullen weer achter Fortuna staan. Yeah, Fortuna.
Oh, Gasserens, een lekker club. Die houdt al schreef, alleen voor die. Voor best en blitz, de club voor. En dan lange nacht komen ze op de Merde aan. Maar ook daar bleek de lockdown behoorlijk zijn impact te hebben. Het beste deel van mij. Doe best mijn club hier in mijn stad. Dat gevoel is zo apart. Geel en groen slijt het echt Fortuna hard. Gefissen toe. Een slaapplaats is niet te vinden. Geen tosti, geen warmtas koffie. Helaas, helaas. Ja, we zijn bijna halverwege het seizoen. Maar we gaan hier op straat eens even kijken wat de lui nou eigenlijk vond je van de eerste helft van het seizoen. We zijn een hoog seizoen onderweg bijna. Heb ze daar een mening over wie Fortuna gepasseerd heeft de eerste helft? Ja, daar heb ik wel een mening over. Ik heb alles gekeken. En nu met de corona kent ze natuurlijk niet in het stadion. Helaas, helaas. Moet wel zeggen, ze hebben wel een zeer zwaar programma gehad. Dat is waar. Gelukkig is het gisteren goed gegaan. En de week ervoor. De week ervoor ook, ja, goed gegaan. En ja, ik hoop dat de lijn nu doordrukt. De wedstrijd wordt weer niet zo geweldig, goed, moet ik zeggen. Maar de drie punten zijn heilig. En, ja, goed, dan mogen er wel meer punten bij komen. Misschien met het meer vertrouwen. Toch gaat het beter het tweede seizoen zelf in, denk ze. Ja, dat zeker. Ja, we zijn bijna halfweg. Eerste seizoen zelf zit er bijna op. Wat vond je van het eerste seizoen zelf? Ja, nou, voor zover ik het heb kunnen volgen, waren de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. Hè? Ja, ja. Linker rijtje. Steuntjes en Polter en noem ze maar allemaal op. Nou, op zich, de start ging nog wel redelijk goed, maar het was een zwaar programma. Daar moeten we ook rekening mee houden. En dan merk je dat het een ploeg is die nog geen vertrouwen heeft. Nu hebben ze twee keer achterin gewonnen. Ik denk dat als met de punten kun je dadelijk hopen ook het goede voetbal. Betere voetbal. Misschien nog gaat rollen in de windje. Dat was versterking. Alleen ja, goed. Gisteren Heracles. We zullen wel zeggen dat het drie punten waren. En Johan, twee keer met dezelfde kleur spelen waren drie lastig. Maar goed, dat maakt niks uit. Drie punten. Drie punten. We lullen van nul gespeeld. Beetje vertrouwen. En dan met vertrouwen tweede seizoen in. Goed. We staan nu voor. Bernard, herenkleding. Nog even herenkleding alleen, hè? Ja, 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 ja. Kledingsponsor van Fortuna. Arjan, die hebben ze ook natuurlijk gevolgd, eerste seizoen zelf. Wat vond je ervan? Ja, hoge verwachtingen en dan diepe dalen, hè, om het maar even zo te zeggen. Ook wel heel veel pech gehad voor ik. Ik bedoel, ze vermoedt de grond van die hart. Ik het arbitrale trio's af en toe door Nijmegen. Dan denk ik, nee. Maar de laatste twee wedstrijden heeft heel veel hoop. Hè, dus volle moed door. Open nog 6 punten voor de winterstop en dan gaan we in het nieuwe jaar weer vol aan de bak voor handhavingen. Ik denk dat dat het meest realistische is. Zeg maar hallo. Hallo. Ik ben Fortuna. Ik ken je. Hey.
Ja, het seizoen is bijna halfweg. Wat vond je van het eerste seizoen van Fortuna? Oh, niet zo geweldig, ja. Maar hangen en wurgen? Ja, we doen hangen en wurgen. Gisteren ging het. Ja, wanneer we 3 puntjes gehaald. En vorige week 3 puntjes. Vorige week 3 puntjes, dus ja, dat is wel een zich geweldig. Dat het geef gaat vertrouwen voor de tweede helft. Oh joh, we gaan het zien. We gaan het zien. Ja, hoe heet jij? Zwerre. Ja, hoe oud ben je? 5. Oh, is die lekker die bal over? Oké, dan even nog lekker door. Ja, nog 2 wedstrijden en dan is korte winterstop. Dan zit binnen de helft van het seizoen erop. Wat vond je van de eerste helft van Fortuna? Drama. Maar minstens 2-3 wedstrijden niks. Geen punten, terwijl ze wel 1-0 verdiend. En sinds dat de trainerwissel is geweest, stort ik voor de 10 keer die, die gisteren hebben gevoetbald. Waar niet al te best voor dicht, maar ze winnen wel. En dat is wat in het begin van het seizoen niet is geweest. En op dit moment natuurlijk van levensbelang. Uiteraard. We moeten nog meer punten bij. Maar met gaat vertrouwen. Ja, goed, ik belde Jeroen op. Dan leg ik een beetje goed wie er allemaal zit en dan... Oh, dan... We gaan de tijd nog een beetje rekening mee. Dan begin ik er ook vertrouwen in te creëren. Ja, ik heb al nodig. Goed zo, dankjewel jong. In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth. I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Ja, we staan hier aan het buffet aan een leeg café. Café Salde in Limburg. December, Christmas komt eraan, nieuwjaar ook, beetje tijd om terug te kijken.
Heel raar jaar eigenlijk, 2020. Zeker voor de horeca, denk ik. Ja, zeker. Ik denk voor de horeca is het natuurlijk een heel extreem jaar geweest. Maar dat wil voor natuurlijk niet te lang over vertellen. Want we hebben al genoeg gehoord over de laatste weken en maanden. Ik ga heel snel over op een onderwerp wat ons blij maakt. Goed, ik vulde hem. Maar of we dus helemaal blij maken, weet ik niet. Want 2020 was al net zo'n heel fantastisch jaar voor Fortuna. We hadden vrij hoge verwachtingen na de transferperiode. En toen? Ja, en toen kwam natuurlijk de eerste wedstrijden. De eerste wedstrijden die kwamen eraan. Met nog een beetje publiek. Beetje publiek, natuurlijk. Maar op een gegeven moment vulden ze aan de sfeer, aan de dingen, dat Fortuna het publiek nodig. Maar het publiek was er niet. En op een gegeven moment was geen publiek meer. We moeten nu vooruit kijken. En ik hoop dat Fortuna natuurlijk heel snel vooruit gaat kijken. En dat zal ook gebeuren. Ja, jury, december begon met een lekkere verbinding. We zitten nu onder de boom. Wat denken ze van het komend jaar? Komend jaar, ja, we zitten, wie ze zei, binnen onder de boom. We hebben binnen kerst, we hebben kerst. Komend jaar gaan we knallen, ik weet het zeker. Ik weet zeker dat Fortuna op het einde van het jaar daar staat waar ze moeten staan. En dan wil ik niet zeggen dat we bij de eerste zes staan, maar we staan zeker op plaats nummer 14, 13. Daar staan we. Ja, de eerste overwinning begin december waren aanwezig. Onze nieuwe groot aandeelhouder Ajun, verwacht je daar nog het van in de Venture Store? Ja, kijk, we hebben natuurlijk alles kunnen met bewonderen via social media. Dat er in het stadion aanwezig was. En dat er aangevlogen waren met zijn eigen privéjet. Dus dan neem ik aan dat er dit gezin heeft. En op zich. Genoten van de overwinning. Ja, precies. Genoten van de overwinning. Maar dat zal denk ik wel gaat bijkomen. En ik denk dat dat heel snel gaat gebeuren. Ja, Jiri, bedankt voor het interview. We gaan naar het laatste van het jaar toe. Heb je nog een wunsch voor de Fortuna supporters voor het komend jaar? Ja, tuurlijk. Wunschen liggen er natuurlijk altijd. Ik hoop natuurlijk dat alle supporters in Europa, de hele wereld. Ja, Lammerich sowieso. Maar de hele wereld, overal zitten er Fortuna supporters. En ik hoop dat, dat iedereen achter ze blijft staan. En ik weet zeker, als we erachter blijven staan, kunnen we het allemaal goed. Ciao, ciao. Klopt één aan de deur? Oh, dan zou ik heel even moeten gaan kijken. Eén momentje, moest. Ik ga even kijken. Ja, hallo. Ja, en bij het café van Jiri zijn Nel en Marie ook aangekomen. En ze zijn op zoek naar een slaapplaatsje, want Marie is toch wel zo ontzettend meug. Maar in deze coronatijd kent Jiri ze natuurlijk geen slaapplaats aanbieden, want hij mag simpelweg geen gasten ontvangen. Het was nog een zuur waar misschien een vervoersmiddel, een ezel, een oude fiets of god weet wat steed, wat ze kunnen gebruiken om verder te reizen, want de been van Marie die willen echt niet meer. Chargeth he doth this day. He's man of might in his own right, all young children to slay.
Fernando. In 1993 sluit de kasteleinszoon aan bij Geel-Groen en wordt met de A1 meteen kampioen. Al snel komt hij in het eerste team, waarin ze in hem de opvolger van Mr. Fortuna René Maassen zien. Ook daar meteen kampioen met een team vol eigen jeugd. Dat zorgt bij veel Fortuna-fans voor heel veel vreugd. Fernando Rixen gaat al jong voorop in de strijd, heeft een goede traptechniek en een dito mentaliteit. Na weer een mooie thuiszege kom je Fernando gegarandeerd in de binnenstad van Sittard tegen. Na bijna 100 duels in geel-groen gaat hij naar AZ en wordt ook daar meteen kampioen. De Schotse scouts zien hem bij AZ spelen en denken wauw. Daarop tekent hij een contract bij de Rangers uit Glasgow. In Schotland bloeit Fernando volledig op en behaalt hij zijn persoonlijke sportieve top. Jaren speelt hij als publiekslieveling met veel grandeur. Zelfs het Nederlands elftal klopt aan de deur. In Glasgow beleeft hij als speler zeer goede tijden. Maar het succes heeft ook een zeer donkere zijde. Rixen is een jongen die binnen de lijnen alles geeft en daarbuiten in een extreme achtbaan leeft. Buiten het veld gebeurt er altijd wel wat. Zo gooit hij ooit de voorzitter van de Rangers, die niet zwemmen kan, in het zwembad. Voor de goede man best zuur. En omdat er een digitale camera, telefoon en Cartier-horloge van 18.000 euro sneuvelde, ook best duur. Na Glasgow gaat Fernando naar het Zenit Sint-Petersburg van Dick Advocaat, waar hij niet veel meer in het veld staat. Eind 2010 maakt Fernando als jeugdtrainer bij het gezonken Fortuna zijn rentree, maar voetbalt al snel weer met het eerste mee. Zijn eerste duel is de 3-2 uitoverwinning op RKC. Dat bracht weer hoop in de Fortuna-harten. Wat waren we daar blij mee. Nog bijna 50 duels gaat Fernando voor Fortuna de strijd aan en beëindigt daarna zijn profloopbaan. Hierna begint helaas een nieuw groot gevecht tegen ALS, een verschrikkelijk onrecht. Jarenlang vecht Fernando voor beter en wil hij van geen opgeven weten. In januari 2018 komt er zelfs een standbeeld voor het stadion, zodat niemand deze clubheld vergeten kon. En altijd roepen we vanaf de Rixen-site, indachtig ons held, op tot fight. Op 18 september 2019 was de oneerlijke strijd beslist. Fernando Rixen, dappere strijder, zal echter nooit, nee nooit, uit onze herinneringen worden gewist. Lulaidlalu, thou little tiny child, bye bye, Lulay, Lulay. Oh, sisters, too, are my we do for to preserve this tale. Ja, na een bizarre en vermoeiende tocht, vol met verrassingen, ontmoetingen en af en toe een tegenslag, zijn we hier op bekend terrein terechtgekomen. Alles is op zijn plaats gevallen. Het beeld van vrouwen Fortuna ligt hier lekker in de kribbe. En ja, wie ik zeg, alles vult op zijn plaats. En wie dat beeld hier in de kribbe terecht is gekomen, dat gaan we in het volgende interview eens even bekijken. Dat is een interview met John van Bommel. John, welkom. Ja, we hebben al diverse keer contact gehad met elkaar over het beeldje en hoe we dat zouden kunnen presenteren binnen onze kerstuitzending van Fortuna SC TV. Maar we hebben eindelijk het gevonden. Eerst zouden we in het stadion plaats gaan vinden, het interview. Samen met de kunstenaar en bij de presentatie van het beeld. Maar het beeld, ja, het ligt inderdaad, het zit in goede handen in het stadion. Meneer Gunde, daar waakt ooit dagelijks over. Maar ja, daarna zouden we bij de kunstenaar op bezoek gaan. En nu hebben we dan een plekje coronaproef ontdekt in Nieuwstad. Waar we het inderdaad wel op een veilige manier kunnen doen. En, ik wilde eigenlijk een vraag stellen
van wat erg belangrijk is in deze periode. Ja, wie gaat het eigenlijk met John en Andrea natuurlijk en de rest van het gezin in de huidige tijd? Oké, ja, leuk dat we hier nu bij elkaar zitten en de gezellige kerstsfeer, de kerstboom erbij. Wat de vraag betreft, bij ons gaat het allemaal hartstikke goed, gelukkig. Wel voorzichtig zijn natuurlijk in deze tijd met de corona. Want we zitten per slotverrekening in een risicogroep. Maar alles gaat goed, ook met Andrea en ook met Mark en het gezin. Dus we hebben wat dat betreft, wat corona betreft, niks te klagen. Opeens zoek ik op Facebook van alles en nog wat verschijnen over beeldje van vrouwen Fortuna. En ik vroeg me af van wie komt zo gaat ineens bovendrieven? Fortuna 54, die hebben vroeger in het Mauritsstadion gevoetbald in Gelein. En dat werd in 1981 afgebroken. En toen zijn die twee beelden van Fortuna, vrouwen Fortuna, in een sloopcontainer terechtgekomen tussen het afval. En de toenmalige verzorger, Jeurus, die heeft in de sloopcontainer een heleboel brokstukken van vrouwen Fortuna bij elkaar geraapt en in een ummer gedaan. En dat afgegeven bij Claudia Poulsen op de kluis in Gelein. En die heeft met heel veel gips en kit en plamuurwerk dat beeld weer aan elkaar gekregen. En aan de muur gehangen bij de familie Schmitz-Poulsen in Gelein. Dat heeft al 40 jaar gehangen. En toen moest eind september, begin oktober het huis ontruimd werden in verband met de verkoop. En toen wilde ze eigenlijk dat dat beeldje terugkwam naar Fortuna. Ze wilden hebben dat eigenlijk in het stadion kwam te hangen. Uiteindelijk had ze met mij contact opgenomen. Ben ik gelijk 2 dagen later met Koos Snijders er naartoe geweest. En toen zagen we dat, want we wisten eigenlijk niet wat we te zien kregen. Toen zagen we dat beeldje aan de muur hangen. Ja, dan kreeg ik gelijk kippenvel, want ik vond het zo geweldig mooi. Omdat ze de tijd van Fortuna 54 weer allemaal in herinnering rupen, omdat dat in het stadion gehangen heeft. Eigenlijk zijn er daar 2 beeldjes van geweest, maar 1 wordt het andere beeldje is gebleven, dat weet eigenlijk niemand. Ik denk in de sloopcontainer. In ieder geval, toen zei Claudia Poulsen tegen mij van probeer dat, ik geef het beeldje aan dich en doe zorgstofeur op een nette manier dat het bij Fortuna terechtkomt. Ik zeg allicht, dat gaat wel zeker door. Maar ik kreeg gelijk het idee van om dat te laten restaureren. En toen heb ik via Facebook een actie opgestart. En binnen 2 dagen worden 34 sponsoren die het geld bijeengebracht hebben om dat te laten restaureren. Via Koos Snijders en Wim Ridderbeeks zijn we in contact gekomen met Armand Matthijs. Dat is een restaurateur wat betreft die beelden. En die zou dan voor ons dat beeld helemaal gaan restaureren. Eigenlijk wist ik helemaal niet wat einddoel daarvan zou zijn en wie het uit ging zijn. In ieder geval, we rijden de gelden bij elkaar en Armand Matthijs in Gelein. Daar woon je ook nog toevallig 3 straten van het huis af voor dat beeld 40 jaar gehangen heeft. Die heeft dat helemaal gerestaureerd op 2 maanden tijd. En ja, uiteindelijk is het een geweldig resultaat geworden. En Matthijs heeft eigenlijk ook nog uiteindelijk uitgevonden dat beeld op een wereldbol sluit en op 2 vleugels. En het gesigneerd is door Eugène Quagnel. Dat wordt een van de grootste beeldhouwers van Limburg. Het is eigenlijk net hetzelfde als een restaurateur van schilderijen erachter komt dat het van Rembrandt of van Gogh is. Zo moest je eigenlijk een beetje kijken. Dus de historische waarde eigenlijk van dat vrouwen Fortuna beeld, ja, nog meer aan de aantrekkingskracht gewonnen. Toen heb ik contact opgenomen met de voorzitter Gun. En die vond het zo geweldig. Die ging er gelijk mee akkoord dat het in een ontvangsthal kwam te zitten. En die kreeg er zelfs, die werd er een beetje emotioneel van, schreef er mee in een appje. Ja, en nu zijn we nog uiteindelijk een groot bord omheen aan het maken. Hoe allemaal de historie, wie dat beeld eigenlijk van Fortuna 54 stadion. Terug is gekomen nu in dit stadion. En de namen van de donateurs komen er nog op te staan. En zo is het beeld eigenlijk weer teruggekomen na 66 jaar bij de club. Ja, ik zou toch eens graag willen weten wat zo'n kunstenaar, wat zijn werkwijze is geweest of wie er dat eigenlijk heeft aangepakt. Want daar ben je natuurlijk ook nog bij betrokken geweest. Dat beeld dorst weer niet van de moer af te halen en bij de familie Schmitz-Poulsen en Gelein. Toen de
kunstenaar of de restaurateur eigenlijk voor dat beeld Armand in gelijk kwam pakken. Dat van de moer af, dat een hamer en een bijtel bezig. En dat begon de royaal op dat beeld te houden. Ik denk, wat ga je nu doen? Daar ligt dat heel beeld in puin. Hè. Maar er wordt zoveel opgeplamuurd en dat is ook dat er zoveel dingen overheen worden gestreken. Ja, daar heeft er natuurlijk verstand van, maar ja, brok het tweederloed van daar liggen beelden in 33 stukken. Maar dat was geen maar de bedoeling, want hij moest dat allemaal weghalen en die verf lagen er allemaal vanaf halen. En ja, toen heeft hij dat weer gedaan in zijn atelier in Gelen. Hij heeft me om een week een update gegeven, filmpjes doorgestuurd en foto's wie verder het beeld woord. Ja, en hij vond het zelf ook geweldig dat het van Eugène Coignel woord. En toen erachter kwam dat het gesigneerd wordt door de Coignel, toen zei hij tegen mij van ik stuur die nu een foto, maar die mogen ze nog niet verspreiden. Zo mooi vond hij dat, wie dat allemaal gemaakt. En dat kostte zo mooi over vertellen. Eigenlijk is het jammer dat hij nu net niet met de corona gedoens dat allemaal precies kan vertellen wie dat allemaal in zijn werk is gegaan. Ja, dat vond hij zelf ook dat er, dat ging er ook helemaal in op. En het gekke is dat Claudia Poolse, dat wordt een Fortuna fan. Deze beeldhouwer wordt een Fortuna fan. Ja, we zijn allemaal Fortuna fan. Dat het allemaal bij elkaar komt op die manier. Wellicht heb ze ondergaat te vertellen aan de supporters of wij dan ook de mensen die dus naar dit interview kijken. Tot de fan van Fortuna wil ik zeggen, ja. Ja vooral tot die 1500 die wat altijd in de oude tijd zijn gebleven en toen zo heel tientallen jaren slecht ging. Daar heb ik eigenlijk de mooiste herinnering aan. Ik kan daar maar één ding zeggen van Schaaf Lippen, die had ooit gezegd, jongens, alles komt goed. Ja, natuurlijk wordt er ook nog gevoetbald dit seizoen. Heel sterk zijn Verneet Begoos. Helaas moest na een wedstrijd of 8 Kevin Hofland afscheid nemen. Kevin, vanaf deze kant hartelijk bedankt voor al je inzet voor Fortuna. En we hopen je nog heel vaak hier terug te zien. Al zal het in het begin misschien een beetje moeilijk zijn. Nou Kevin, kom Sjors Ulte. En ja goed, verzin, misschien gaat beter gaan voetballen. Ik weet het niet. Echt, maar wij dat wel kijk op het, is natuurlijk onze eigen analyticus die zich daar eens over gaat buigen. Ik geef heel graag het woord aan onze eigen Lars Peters. Ja, Lars, bijna kerstmis. Ja, betekent bijna halverwege het seizoen. Wat vond je ervan eigenlijk? Ja, nou, ik heb onze eerste uitzending nog voor de geest gehouden. We hebben eigenlijk zelf de lat heel erg hoog leggen. Fantastische aankopen gedaan. Polter, Seuntjes, het kost echt niet op. Ja, Hans. En nu zijn dat net de jongens die de allermeeste kritiek kregen omwille van heel veel redenen. Dus, maar ja, ik kreeg natuurlijk ook de meeste kritiek omdat de verwachting van deze mensen het hoogste is. Ja. Maar goed, het begint het seizoen. Ja, met een, volgens mij, een verliespartij. Nog een keer niet zo groot en dan pak ze een punt. Nou, dat kent. En dan werden een paar verliespotjes te veel, denk ik. Ja, dat en ook een hele serie achter elkaar. En ja, het wordt er uiteindelijk gaat te veel achter elkaar aan de positie van Kevin Houtbaar te houten. Ja, dat is voetbal, hè? Dan, ja. dan verlussen, dan komt de kritiek, dan neemt de druk toe. En dan, ja goed, de geeft ze de laan. Dan moet Kevin het veld ruimen. Ja. Ja, en dan is het hopen dat ze het shorts-effect kreeg. En ja, linksom of rechtsom, je kan zien vraagtekens zitten bij een ontslag. Ik zet mijn vraagtekens misschien bij de periode wat erna komt. Waarin ze eigenlijk niet een ultieme vertrouwen geeft. Hij wordt bijvoorbeeld een Jansen bij AZ wel meteen kreeg, trainen weg, bam. Ja, ja, ja. Maar linksom of rechtsom, hij pakt vervolgens twee keer een overwinning. Nou, dan kan ze zeggen dat er dan toch een shock-effect is. En is dat een OT-effect of zijn die overwinningen net zo goed, daar net zo goed een bijdrage aan? Ja, aan de ene kant wel, linksom of rechtsom. En dat is ze altijd, dat is een nieuwe land, dat is een nieuwe spirit. Los zijn van alle tactische principes, los zijn van een
goal. Dus is wel spelers die geen aangesloten zijn op een veld. Dan heb je niet over spelopvatting, je hebt niet over tactiek, maar je hebt het wel even meer worst op het veld staan. En ik denk dat dat wel het resultaat is van een trainerswissel. De vraag is of dat structureel zo gaat zijn of dat er toch echt mis is in de persoonlijkheden van de spelers. De of kwaliteiten van de spelers. De wens inderdaad twee keer. Hè? Vanop, het voetbal was niet fantastisch. Maar ik denk dat we de conclusie moeten trekken dat we niet zo goed zijn als wat we dachten en hoopten voor het seizoen. Ik denk wel dat er, laat ik even één momentje terugpakken, de 2-0 van Polter tegen Heracles. Ja. Dan liet dat man toch wel even zien dat er degelijk kan voetballen. Ja, maar dat we hebben alle beelden bekeken van Polter. Voor de eerste uitzending, of in ieder geval voor mijn eerste uitzending. En daar scoort erop los, hij lept erop los, hij werkt erop los. Toen dat hij in de eerste Bundesliga. Daarna in Engeland, dan denk ik zo, ik krijg een topspits. En dan denk ik, viel dat toch een beetje tegen, neemt niet weg. Tot ik heel veel wat niks meer fortuna hebben. En die wat bij andere clubsupporters zijn. Dat die allemaal zeggen, boah, dat Polter dat werkt, helder werkt zich kapot. En onze supporters zijn dan net gaat kritischer over. Maar laat vertrouwens even over hebben. De kritische van de fortuna supporter. Ik vind dat opvallend. Het is niet alleen natuurlijk in het voetbal zo. Nu hebben vooral heel vaak een hele negatieve mening over. Maar ik vind wel dat we vooruit moeten kijken naar het clubje, vooruit moeten kijken naar de resultaten. En vooral ook het vertrouwen moeten geven aan de jongens die er nu staan, aan de trainer die er nu staat. Want alleen dan kan ze het ombuigen. Geeft ze het negatieve blijven hangen. Ik bedoel, Jorrit Smits leest ook Facebook-reacties en Spits leest ook Facebook-reacties. En het is echt niet zo dat machines zijn die daar niks van vingen. Dat raakt ze. Dus dan kan ze beter zorgen dat we met z'n allen het positiever waren, achter de jongens blijven staan. En natuurlijk mogen ze dan kritisch zijn, maar laten we wel kritisch zijn naar het niveau hoeven we kijken. We kijken niet naar Man United en we kijken niet naar Real Madrid, we kijken naar Fortuna. En op dat niveau mogen ze kritisch zijn, maar ik denk wel vooral heel erg positief blijven. Ja, zo hoor ik ook wel eens een keer van onze nieuwe keeper van ons. Hij is te klein. Ik zit in een keeper die tot drie keer toe een bal van een voet afpluk. Ja. Hij goede reddingen heeft, hij er steekt. Is de man 20 centimeter groter, dan komt de machine in aanmerking voor. Ik wil niet zeggen Real Madrid, maar Ajax of PSV. Nee, misschien is zo wel te klein. Misschien is het wel zo, maar ja, de alternatief. De trainer had dan keuze gemaakt. De Kozlev heeft het ook niet laten zien. Ik zou ook niet meer de keeper als Kozlev 8-0 willen keepen. En van ons geven we in ieder geval rust. Plus 6. Ja, ik vind dat nog een enkele goal te verwieten veel. En voor dat er überhaupt een fout had gemaakt, wordt er al door heel gaat supporters verweten. Hij is te klein en Kozlev moet keepen. Ja, nee, de trainer had de keuze gemaakt, kan ik toch nog in achterstaan. En best kritisch, maar kan ik eens van het positieve uit. Nou, zullen we dat dan metnemen als kerstwens in ieder geval op voetballend gebied? Verblijven met z'n allen achter de spelers en het clubje staan? Ja, en ik denk dat uiteindelijk, tot op het moment dat ze heel veel lui op die manier naar elkaar kriest, achter elkaar kriest en helaas niet fysiek, maar in ieder geval ook online, tot een spelersgroep daarop gaat reageren en tot een andere vibe komt dan tot er nu heel veel is. Op het moment dat veel de spelers goede input geven, kriegen ze ook positieve input terug. En ik denk dat een hele, dat zou voor mij wel een kerstgedachte behelzen. Ja. Ja. Nou goed, laten we met deze mooie woorden die analyses voor dit jaar afsluiten. Lars, verzinnig volgend jaar weer terug met die haarscherpe analyses, wie we dat allemaal zeggen. Haarscherp, hè? Kijk er goed. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze kerstspecial van Fortuna RCTV. Ik wil Ger namens het ganse team heel fijn feestdag wensen en blijf gezond in het nieuwe jaar. Dag Leeflui, kerstmis gaat over hoop en hoop is wat ik ook wil geven. Voor gewoon op naar 2021 met Fortuna Sittard in de Eredivisie. Kaas erop. Beste Fortunezen, namens het hele regieteam, de hele crew en natuurlijk namens mezelf wil ik jullie ook een kerstwens geven. We hebben met heel veel plezier een aantal afleveringen voor jullie gemaakt en nu zijn we bezig met de kerstspecial. Ik hoop dat jullie hier heel veel plezier aan beleven en toch ook een beetje het fangevoel in deze lastige tijden kunnen terugvinden. We hopen jullie heel snel weer in het stadion te zien met heel veel punten voor Fortuna. Een hele fijne kerst en een fantastisch 2021. Ja, ook namens mij natuurlijk een kleine kerstboodschap naar u toe. Als een van de medewerkers van Fortuna SCTV heb ik natuurlijk ook een kerstboodschap voor u. En wens, de grootste wens is natuurlijk dat we uit de penarie blijven het komende jaar. En misschien wel het jaar daarna dat we makkelijker
kunnen handhaven. En een langere wens is, ik hoop dat we volgend seizoen lekker mogen doorgaan met datgene waar we hier bij Fortuna en Fortuna SC en Fortuna SC TV mee bezig zijn. Ik wens jullie allemaal een schone dag en ik hoop dat je genoten hebt.